In Wageningen werd in de nacht van donderdag op vrijdag traditioneel het bevrijdingsvuur ontstoken. Het vuur gaat naar alle bevrijdingsfestivals in het land. De Nijmeegse loopgroep vertrok rond 12:15 vanuit Wageningen en legde een route af van 28 kilometer. Een groep van 12 lopers, voornamelijk bestaande uit jongeren, liep in estafette terug naar de Keizerstad. Ja, het was een flinke rit. Het was mooi vanuit Wageningen hier naar Nijmegen gelopen. En het is erg leuk. We doen het al een paar jaar. En het was wel wat koud vandaag en ook wat regenachtig, dus dat was wat minder. Maar we hebben het goed gedaan en binnen ook nog een leuke mooie tijd. Dus ja, tevreden. Ja, bij mij zit er zeker wel een speciale gedachte achter. Ik loop al 4 jaar mee en ieder jaar doe ik het vooral om onze vrijheid te kunnen vieren. En ook om de doden te herdenken van 4 mei. Maar vooral van vandaag de vrijheid te kunnen vieren. En dat wij hier zo'n wedstrijd kunnen lopen, zo'n estafette kunnen maken. En ja, dat is gewoon mooi. En dat doe ik vol met plezier. En ja, daar ben ik wel blij mee dat we dat mogen doen. Volgend jaar sowieso weer en de jaar daarna ook. En het staat nu al vast en mijn agenda is vrij voor die dag. Het was koud en regenachtig, maar het is altijd nog beter dan 2 jaar geleden. Toen was het echt zo'n vreselijk weer dat we al doorweekt waren naar de eerste etappe. Dus ik vond eerlijk gezegd nog meevallen. En we hadden wind mee, dus dat scheelt ook. Dat is ook wel eens anders geweest. Dus ik vond de omstandigheden eigenlijk nog niet zo slecht. Volgens organisator Tanja Bisselink is het ontzettend belangrijk dat jongeren meedoen. Het zijn jongeren die wij voor een groot deel kennen. 2 zijn studenten van mij in de universiteit. 2 zijn kinderen van mij, vrienden van kinderen. En eigenlijk vind ik het ook heel bijzonder en heel fijn dat we zoveel jongeren ieder jaar weer gemotiveerd krijgen om dit te doen. Want ik vind het heel belangrijk dat zij zich ervan bewust zijn in wat voor goede omstandigheden zij leven. En daar gaat het ook om. Het gaat niet alleen het herdenken van wat er ooit is gebeurd. Maar ook bewust zijn van hoe goed wij het hier hebben en hoe fijn het is om op zo'n manier te leven. Dat is in sommige delen van de wereld heel anders.